Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Vandaag ga ik jullie laten zien waarom je bij een Integra CV-ketel altijd een automatische ontluchter bovenop de ketel moet zetten. Er zit hier linksboven zit een ontluchter. En met een sleuteltje kan je hem ontluchten. Maar heel veel mensen weten dat dus niet. Dus wat er gebeurt, dan heb je dus lucht in je CV-ketel. Dat lucht gaat omhoog en als je hem dus niet ontlucht, dan krijg je dus dat hij heel vaak in storing gaat. Of dan kan de pomp de warmte niet wegpompen en dan blijft hij op 1 staan. Het moment dat je deze dus opendraait, dan hoor je pssst, en dan komt de lucht uit en dan doet hij het weer. Maar dat kan soms 10 keer per uur, kan er dus een klein beetje lucht uitkomen. Dus daarom moet je dus altijd een automatisch ontluchter bovenop de cv-ketel zetten. En je kan er een ontluchter op zetten van een paar euro. Maar heel vaak gaat hij na 4-5 keer gaat hij lekken en dan werkt hij niet meer. Dus ik zet een ontluchter op, die is wel wat duurder. Maar die gaat in principe, de levensduur van de ketel gaat die mee. Dus dat is deze ontluchter. Die zet je hier dus bovenop. En elke keer als je dus gaat douchen of de verwarming aan hebt en de pomp gaat uit, dan borrelt de lucht omhoog. En dan hoor je dus hier automatisch pss, 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 elke keer een klein beetje lucht eruit komen. En dan merk je dus ook dat je dan in één keer veel vaker moet bijvullen. Dus hier heb je de aanvoerleiding. Die loopt omhoog en hierboven heb je dus de ontluchter zitten. Maar hier gaat dus altijd lucht in staan en dan kan de pomp het warme water niet wegpompen. Dus dan blijft hij op 1 staan. En als je hierboven dus een automatische ontluchter opzet, dan heb je daar voor 90% minder last van. Want je gaat natuurlijk niet 4-5 keer per dag met de hand ontluchten. Dus deze ontluchter gaan we eruit draaien. En dan gaan we deze ontluchter gaan we erop draaien. En ik heb er al een verloopje half duims 3/8 in gezet. Dus ik kan hem er zo op draaien. En nou kan die dus automatisch ontluchten. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet je uiteraard niet te abonneren. En dan zien wij de volgende keer.